We komen zo dadelijk bij jou terug. Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat was dat precies? Wel, excuseer. Wel, ik had dus enorm veel last van keelontstekingen. Mm-hmm. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen. En mijn juiste woord wat Marijke hier hanteert. Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. Dat ik dacht, dat kan niet. Dat excuseer. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry. Echt sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft. Mm-hmm. Plus het feit dat als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want ja, dan zwijg ik liever. Excuseer. Ook de mensen thuis, mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, je had een opmerking, Ik heb hetzelfde. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen, dat gebeuren is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gedurende een half uur... Dit kan dus, dit kan voor mij uitgelacht absoluut worden niet. Vlak in het gezicht van het publiek. Excuseer, ik ga het ook. Dat is niet gebeurd. Dit moet me niet aanraken. Het was een compliment.